Welkom bij dit filmpje over een gedeelte uit het vijfde episodion van de tragedie Bacchae van Euripides. Dionysos heeft Penthuis meegenomen om de Bacchanten te gaan bekijken. En Penthuis vond dat hij het daar op de grond in het dal niet goed genoeg kon zien. Dus Dionysos heeft hem boven in een boom gezet. En nu gaat Dionysos, dat was op zich al wonderlijk, nog wat meer wonderlijke dingen doen en ervoor zorgen dat niet Penthuis de Bacchanten ziet, maar dat de Bacchanten Penthuis zien. We beginnen dit stukje met Ofthe en dat is een mooie passieve auristus van Horao. Hij werd gezien. En hij werd Mallon gezien. Hij werd meer gezien. En na een comparativus betekent dan. Dus krijg je en hij werd meer gezien dan Kat Eide, auristus van Katorao. En daar mag je gewoon doen alsof er Orao, oftewel Eide, staat. Dan hij zag de Mainaden. Dus en hij werd meer gezien dan hij de Mainaden zag. Wat op zich logisch is natuurlijk, want als jij boven in een boom zit, dan kan je heel mooi over de bomen heen kijken. Maar het meeste wat eronder zit, dat zie je niet zo goed. Hosson gar upo, want hij was nog maar net delos zichtbaar en is imperfectum. Want hij was nog maar net zichtbaar, tasson participium. Nominativus, dus hij is ook het onderwerp, zittend in de hoogte, boven. Kai, dat hoort dan nog bij die nog maar net. Of tonxenon, accusativus van de vreemdeling. Ook eti is niet meer. Ijshora is de infinitivus van ijshorao, dat betekent ook gewoon zien. En paren is de persoonsvorm, imperfectum. En parestin, daar komt dit van. En dat betekent het is mogelijk. Dus hier in imperfectum het was mogelijk. Of het was, uketi, niet meer mogelijk om tonxenon, de vreemdeling, te zien. Dus hier is nog iets wonderlijks, want die man die hem hier naartoe heeft gebracht, die is ineens verdwenen. En ek aetheros, uit de hemel, phonetis, een stem, hos men eikasai Dionysos. Hos men eikasai is een uitdrukking, waarschijnlijk. Vergelijk het met het woordje eikos, wat Aristoteles gebruikt voor een goed plot. Anankaion of eikos. Dionysos. Waarschijnlijk Dionysos. En dan hebben we hier de persoonsvorm aneboesen, sigmatische auristus, roepen uit de hoogte. Dus hier een riep. Dus dan krijg je en uit de hemel riep een stem, waarschijnlijk Dionysos, uit de hoogte. O Neanides, in de vocativus meisjes. Dan heeft hij dus tegen de Bacchanten. Ago, ik breng, ton. En dit lidwoord hoort bij tithemenon, helemaal hier, participium. Het maakt dus een zelfstandig naamwoord van het participium, substantiveert het. Tithemenon hoort bij gelon, dat betekent samen belachelijk maken. Een participium belachelijk makend. En hier gesubstantiveerd is het dus degene die belachelijk maakt. Dus ik breng degene die, humas, jullie. En hier heb je een krasis. En mij. En hier heb je weer een krasis. Dit is ta ema. En dat hoort bij orgia.
Dus ik breng degene die jullie en mij, en hier staat een te erachter, dus kai ervoor, en mijn rituelen belachelijk maakt. In een mooie polysyndeton, want het had best wel met een ennetje minder gekund. Allah, in combinatie met een imperativus, mag je vertalen met vooruit. Vooruit, neem wraak op Nin. En Nin staat hier voor Auton. Neem wraak op hem. Dus om ervoor te zorgen dat de dames die er zijn hem echt zien, roept hij. Maar hij houdt het niet bij roepen alleen. Kai, die combinatie betekent zoveel als en zodra. Taut is tauta, deze dingen. Het is met eindigt op een theta vanwege de elisie van de alfa en vervolgens de spiritus asper waarmee Ham begint. En zodra hij deze dingen zei, en dan kan je die tweede kai even negeren. Pros Uranon. En bij die pros hoort ook nog Gaian. Aan de hemel en de aarde. Esterikse foos. Maakte hij een licht vast van indrukwekkend vuur. En je kunt hem ook een beetje anders zien. Je kunt ook zeggen foos, onzijdig woord. Heb ik hier als leidend voorwerp genomen, maar kan natuurlijk ook een nominatief zijn. En dan kan je het als onderwerp doen van esterikse, wat dan iets kan betekenen als schoot. Schoot er een licht van indrukwekkend vuur tussen de hemel en de aarde. Maar waar het op neerkomt is dus, ineens roept er iemand heel hard uit de hemel en er schiet een lichtstraal tussen hemel en aarde. Allerlei wonderlijke dingen dus. En dan hebben we hier en Sigese. Ook dit is al wonderlijk, want je zou daar een augment verwachten. Plekken waar het augment vaak wegvalt is het epos. En epos, de heldendichten, zoals Homerus die schreef, die werden natuurlijk nog steeds heel vaak gelezen, maar hadden wel een bepaald kenmerkend oud taalgebruik. Dus dat hier ook wordt gebruikt, benadrukt hoe bijzonder deze situatie is. Aether is het onderwerp, de lucht of de hemel. En Sigese, Sigao betekent zwijgen. En dit is een auristus ingressivus. Dat geeft het begin aan. Dat is vaak bij geluiden, of in dit geval het ontbreken van geluiden. En de hemel begon stil te worden. En siga, stil, als bijwoord. Hulimos nape, dat is het onderwerp. Het bosrijke dal. De bladeren, en dit is het imperfectum van hebben, hield. En dit imperfectum geeft juist weer aan dat het een tijd duurde. Dus dan krijg je, en het bosrijke dal hield zijn bladeren stil. En Theron van de dieren, ook, en dan hebben we An met een auristus, zijn Irialis in het verleden. En je had niet kunnen horen van Akuo van de dieren geschreeuw. Oké, dus er gebeuren in de natuur hier allerlei hele bijzondere dingen. Nou, en zoals eigenlijk wel logisch is, hebben die dames, er gebeurt zoveel tegelijkertijd, dat ze eigenlijk niet zo heel goed weten wat er nou eigenlijk gebeurt.
Dus dan krijg je een onderwerpswissel. Dat zie je door dat de. En hij geeft dan aan, het onderwerp zijn nu de mainade. Maar zij, hosin, dativus meervoud, met hun oren, ergen, het geluid, ons woordje echo komt hier vandaan. U, safos, niet duidelijk, safos is een bijwoord. De, dek, me, nai, een perfectum participium van degomai, dat betekent ontvangen. En het perfectum geeft aan dat het in het verleden iets gebeurd is, waardoor het effect nu is, dat ze dus niet gehoord hebben wat er gezegd is. Dus dan krijg je, maar zij, omdat ze het geluid niet duidelijk gehoord hadden met hun oren, of hoorden met hun oren, Estesan Auristus van gaan staan, gingen ze staan, orthai, rechtop. Weer dat woordje orthai, dat was net ook al een paar keer over die boom gezegd bijvoorbeeld. En dienenkan, dit is een thematische Auristus, die is het voorvoegsel, enenkan van enenkon van vero, dus dit komt van dia vero. En dia vero betekent zoveel als rond laten dwalen. En kora's, dat zijn je pupillen, oftewel je ogen. En ze lieten hun ogen ronddwalen. Dus die mainaden die staan een beetje verdwaasd rond te kijken wat gebeurt hier allemaal. Nou. Dionysos zal wel even zorgen dat het echt gebeurt zoals hij het wil op dit moment. Ze hebben weer onderwerpswissel. Hode. En hij, Authis, opnieuw. Epekeluisen. Mag je lezen alsof er gewoon ekeluisen staat. En hij beval het opnieuw. Dus hij zegt nog een keer wat hij net heeft gezegd. Maar toen, hoos, het begin van een bijzin en die eindigt pas daar bij de komma. Egnorizan, van gnorizo, herkennen. De anagnorisis is natuurlijk de herkenning in de tragedie, maar daar zijn we hier nog niet. Maar toen, zij herkenden het een duidelijke bevel van Bacchus. En dan wordt ook nog uitgelegd wie die zijn. Namelijk de Korai, de dochters van Kadmos. Dus, maar toen de dochters van Kadmos het duidelijke bevel van Bacchus herkenden. En je kan hier zeggen dat er een alliteratie zit. Dan is het zelfstandig naamwoord met de bijvoeglijke bepaling en de bijvoeglijke bepaling en een zelfstandig naamwoord. En dan krijg je de hoofdzin. In Auristus snelden zij voort. Peileias, dat kan een accusativus meervoud zijn, maar een genitivus enkelvoud kan ook. En dat is het in dit geval. Het is zelfs een genitivus van vergelijking. Dat komt door dat essones hier aan het eind. Zwakker dan een duif. En okuteta is een accusativus. Accusativus van betrekking hier. Wat betreft de snelheid. Niet zwakker dan een duif. En daar is sprake van een litotes. Want niet zwakker dan een duif is dus sneller dan een duif. En het tertium comparationis is hier dan natuurlijk die snelheid. Dus zodra ze begrijpen wat er moet gebeuren, komen ze in beweging en dat doen ze super snel. En dan staat hier twee regels tussen vierkante haken. Dat betekent dat het
waarschijnlijk is dat dit niet helemaal de oorspronkelijke tekst is. Maar we weten niet wat het wel zou moeten zijn, dus het staat er nog maar eventjes. Het is een uitwerking van die snelheid, podon, en dat is van de voeten. Egusai is letterlijk hebbende, maar je zou daar een accusativus bij verwachten en die staat er niet. Of het zou die accusativus uit de vorige zin moeten zijn, maar dat was al een accusativus van betrekking. Sun tonois dra me masi, dat dativus allebei horen bij elkaar. En dat betekent energiek geren. En als je dat egusai even buiten beschouwing laat, dan krijg je met energiek geren van hun voeten. Dus dat is dan een uitleg hoe zij zo snel zijn. Dus zij rennen zo snel als een duif vliegt. Of sneller eigenlijk. En dan hebben we ook nog een uitleg wie dat zijn. Moeder Agaue. Het woord daarna begint met de spiritus asper, dus vandaar dat het theta is. Het is natuurlijk Kai ervoor. Dus moeder Agaue en haar volle zusters, of haar bloedeigen zusters. En weer een te, die Kai ervoor is, alle baganten. Dus de hele zwerm aan dames begint te rennen. En dia gei maru napes. Napes was het dal. En gei maru betekent dat er een rivier doorheen stroomt. Echt stroomt met kracht. En door het dal met de kolkende rivier. En weer een te die een kai hiervoor is. En die akmon is ook een genitivus vanwege dat dia nog. Dus die gaat nog even zo door. Maar je hoeft hier niet per se nog een keer door te vertalen. Je zou ook over kunnen zeggen en over de steile rotsen. Ep-edon, de persoonsvorm. Sprongen ze. En over die ze staat dat ze emmanijs zijn, buitenzinnen, door de ademhalingen van Theu, van de god. En dit geeft eigenlijk hetzelfde weer als ons woordje enthousiast. Betekent ook dat je bent ingeblazen door de adem van een god. Oftewel, ze zijn allemaal zo super enthousiast doordat de god hen dat ingeeft. Oké, tot zover dit filmpje. Behalve dat ik me bedenk dat ik even vergeten was te zeggen over dat Sigese hier, Sigese de Aether, de hemel begint stil te worden, dat ook nog een personificatie is. Dus er is daar veel aan de hand. Nou, tot zover dan wel echt dit filmpje.